En ik heb het gevonden, dat heeft mijn mannetje ooit nog gemaakt voordat hij mij leerde kennen. Die had dezelfde hobby dan ik. Voordat het internetgebeuren bestond. En dat was 3D-kaarten maken. Want deze ga ik opsturen naar Corrie. In Lezen. Ja, en eentje die volgde mij op YouTube. Leuk, toppie, geweldig. En... nou, die volgt mij al heel erg lang. Maar ze heeft ook een verloofde. En die volgt mij ook al heel erg lang. Hallo lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag zaterdag en het is al laat, het is 16:29 dat ik jullie erbij haal. Ik kan er niks aan doen, nee. Ik was in eerste instantie niet in orde en ik was niet vooruit te branden. Ik heb wel een was opgehangen en een was in de wasmachine gedaan en die draait, ja. En ik heb het gevonden, dat heeft mijn mannetje ooit nog gemaakt voordat hij mij leerde kennen. Die had dezelfde hobby dan ik. Voordat het internetgebeuren bestond. En dat was 3D-kaarten maken. Want deze ga ik opsturen naar Corrie. In Lezen. Ja, helemaal leuk. Zal ze wel leuk vinden. Dan schrijf ik er ook in dat deze kaart Jack nog heeft gemaakt. Dus ja, helemaal geweldig. Ja, toch? Vind ik van wel, ja, helemaal leuk. Maar in ieder geval, ja, die ga ik dus naar erop sturen. Leuk, hè? Ja, ik had die hobby ook en ik heb er geloof ik alles al weggedaan, ik weet het niet eens. Ik had heel veel aan geldwaarde, maar ja, wie wil het kopen? Niemand. Ze willen allemaal voor, nou ja, eigenlijk een cent op de eerste rang. Nou, een cent heen niet meer, nee. Dus ja, dan geef je het maar gratis weg aan degenen die het wel willen doen. Ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik zei dus, het is zaterdag. Nou ja, de winkels die gaan zo wat al dicht. Dus ik heb er helemaal niks gepland ook. Omdat ik gewoon niet in orde was. En ik ben nog niet helemaal happy-deppy, nee. Maar we gaan wel even met de meisjes lopen. Hè? Dametjes van het goede leven. Hé? Rijka? Ja nou? Even lopen, hè? Ja. Meer tegen het leven. Ja. Maar in ieder geval, er zijn ook mensen die zeggen nee tegen het leven, ja. Die maken er zelf dan een einde aan en dat vind ik wat minder lollig om daarover te praten. Ja, dat vind ik niet fijn. Dus, maar in ieder geval, de buurman, ja, die heb ik ook nog steeds niet gezien. Hoe en wat, ik weet het niet. Nee. Ik begrijp er niks van. Maar die blijft, ja, in het ziekenhuis blijft hij. Maar ja, hoe het met hem is, ik weet het niet. Maar oké, we wachten het gewoon geduldig af. Ik hoop dat het goed met hem gaat komen. En ja, ik ga lekker mijn lopen app opstarten. En dan gaan wij lopen naar dametjes van het goede leven. Die stappenteller, ik weet het niet, nou zegt hij 64. Die stappenteller ga ik gewoon verder niet aan, hè. En dan moet hij, er staat op 2000 stappen dat ik moet doen. En dan staat nog op 64. Dus ja, hoe, wat? Ik ga altijd wandelen, streefafstand. Nou, dat is een kilometer, omdat ik met die dames een kilometer loop. Dus ja, dat dus. Maar oké, okay, kijk zelf maar. Ik hoop dat jullie het zien. En dus. Wie er nou hier jankt, ik weet niet. Net buiten geweest de tuin in. Dus niet te janken. Maar oké, okay, lieve vrienden, ik zou zeggen, ga gewoon genieten van jullie restdag. En doe het met een lach. Dat gaan wij ook doen. Dus ik zou zeggen, geniet een beetje met ons mee. Tot later. Zo, lieve vrienden, ja, ik heb vanavond amper wat gefilmd, geloof ik. Ik weet het niet eens. Want ja, mijn hoofd die tolt om van alles en al wat.
Maar ik had gisteren bij de Vomer, eergisteren eigenlijk alweer, het was vandaag zaterdag, vrijdag dus, had ik toch mensen bij de Vomer ontmoet en eentje die volgde mij op YouTube. Leuk, toppie, geweldig. En nou, die volgt mij al heel erg lang, maar ze heeft ook een verloofde. En die volgt mij ook al heel erg lang, weer door haar. En daar heb ik nou een heel gesprek mee gehad. En die houdt van mij als zijn moeder. Hoe dan? Ik ken hem niet eens, weet je? Maar hij woont wel zowat vlakbij Mario. Nou, helemaal leuk, helemaal tof, helemaal gaaf. Ze komen andere week zaterdag. Maar hij zegt gewoon, mama, hoe dan? Hoe dan? Snap er geen zakkenwassers van. Maar ja, laat maar, als hij dat graag wil. Lekker dan. Hij is ongeveer net zo jong als mijn schoonzoon is, Roderick. Zoiets dergelijks in die contraien, maar ja. Ja, zo zie je, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En goede mensen. Heb je weinig, en ik hoop dat dit goede mensen zijn. Ja, ja, en trouwens zit er niet in. Hij noemt haar wel zijn vrouw, maar zij woont in een appartementje van een instantie. Laat ik het zo maar zeggen. Ik heb er zelf ook bij gelopen. Jullie weten, denk ik, als jullie goed geheugen hebben. En anders moeten jullie helemaal terug. Naar een paar jaar terug. Die instantie kan ik hier vandaan zien. Ik ben blij dat ik er niet meer bij ben. Maar in ieder geval, zij heeft meer begeleiding nodig dan dat ik ooit nodig gehad heb. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Het is een lieve schat. En bij elk potje past een dekseltje, zeggen we dan. Ja. Maar in ieder geval, ik ga nu even mijn hoofd lekker leegmaken. Want ik heb een heel gesprek met hem gehad over alles en nog wat. En ik was nog met een vlog bezig. Weer een lange vlog. Dat is van afgelopen 3 maart. De tweede herdenkingsdag van mijn mannetje. Dat we naar de dijk zijn geweest en ik had jullie gewoon gezellig, gewoon heel gezellig mee. Ja, samen met Mario en Jan. Maar nu zeg ik tegen jullie, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen, uiteraard allemaal gezond weer uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.